De 51 parlementariërs voor de zittingsperiode 2020-2025 zijn gisteren beëdigd. Daarvan zijn er 50 toegelaten tot de Nationale Assemblée, omdat Ashwin Adin nu nog vicepresident is. En dat is niet te combineren met de functie van parlementariër. De nieuwe leden zijn beëdigd door fungerend parlementsvoorzitter Suharto Mustaja. Voor de beëdiging van elk lid heeft griffier Rut de Wint de eed of belofte voorgelezen. In verband met de COVID-19-protocollen heeft de beëdiging in drie fasen plaatsgevonden. Na de ceremonie spraken we enkele nieuwe assembleeleden op het terrein van de Nationale Assemblée. ABO-parlementariër Obed Kanapé, die gekozen is in de districtie Paliwini, zegt dat hij tijdens de campagne de mensen heeft geleerd om gebruik te maken van hun stem. De Mekbarbari, en dat is wat we de jongeren vooral, en vooral de mensen in het binnenland willen bijbrengen, dat die leren Mekbarbari, om luider te klinken. Niet alleen de stem van Sipaliwini in de Nationale Assemblée, maar ook de mensen die in de gebieden wonen, dat die mensen ook naar voren komen om hun zegje te doen, zodat de samenleving weet wat voor problemen zij hebben in het gebied. So, I know this is talking about she all better stone, and do not even hear Obed nooit eens dom. Obed heeft altijd een mening over een onderwerp. En if misref na ba denki, mi moes go soeko wa denki of karen kom, dat blijft niet zo. Als ik een idee heb over iets, net zoals bijvoorbeeld ik heb een politieke droom gehad. Ik heb acties verbonden aan zo'n politieke droom. Vandaag sta ik hier, te midden van zo'n droom, een deel ervan. Wat er in de toekomst ligt, dat weet ik niet. Maar ik zal het voortzetten. Dus acties verbinden aan ideeën. Dat is wat Obed Kanapé is. Aziz Kumar Gayadin van de VHP is zijn tweede termijn als parlementariër begonnen. Hij geeft aan dat na de beëdiging eerst de geloofsbrieven onderzocht moeten worden voordat de toelating kan plaatsvinden. Nou, het is meestal de technische mensen van het parlement hebben al het voorwerk gedaan. Wat wij nu gaan doen is checken of dat in orde is. Meestal is dat in orde en dan gaat de procedure verder. Is het ooit voorgekomen dat bij het onderzoeken van de geloofsbrieven een lid niet is toegelaten? Niet voorgekomen dat niet toegelaten, maar er is voorgekomen dat zaken nog onderzocht moesten worden nader. Zover parlementariër Aziz Kumar Gayadin. Hij sprak na de beëdiging van de 51 leden van het nieuwe parlement.